Welkom bij de 15.4 Biocast en die heet Buiten de Bloedbaan. Dus we gaan kijken wat er buiten je bloedvaten gebeurt. Daar krijg je al een ideetje van als je een schaafwond hebt. Dan bloed je niet, maar er komt wel een gelige vloeistof naar buiten. Dat is de weefselvloeistof. Je hebt in je bloedvatenstelsel zo'n 5 liter bloed. Een gedeelte daarvan is bloedplasma. En je hebt ook tussen je cellen zo'n 20 liter weefselvloeistof. En hoe ontstaat die? Wel, door de druk in je haarvaten. Die haarvaten hebben een wand van 1 cellaagje en die sluiten niet goed aan. Dus door de druk gaat er bloedplasma uit je haarvaten. Dat heet dan weefselvloeistof. Wat er in die bloedvaten blijft zijn eiwitten en de rode bloedcellen. Dat zorgt dat er een concentratieverschil tussen opgeloste stoffen is. De osmotische waarde is dus hoger in het haarvat. Dan snap je al wat er gebeurt. Er vindt osmose plaats en er komt weefselvloeistof weer terug het bloedvat in. Dit proces heet filtratie, door de druk naar buiten gaan. En resorptie heet het, door osmose weer terugwinnen van die weefselvloeistof. En dat wordt dan weer bloedplasma. Afgezien van wat daar gebeurt, heb je ook diffusie. Maar we kijken eerst even nog naar de druk. De druk is aan het begin van het haarvat groot, terwijl de osmotische druk hetzelfde is. Aan het eind van het bloedvat is de druk binnen in het haarvat kleiner geworden en die osmotische waarde is nog hetzelfde. Colloïd osmotische waarde heet die. Osmotische waarde vooral door eiwitten ontstaan. Daarnaast heb je nog, zoals ik al zei, diffusie. Zuurstof kan met de concentratiegradiënt mee diffunderen de weefselvloeistof en dan de cellen in. En omgekeerd doet ook koolstofdioxide dat. Als er grotere stoffen buiten het bloedvat gebracht moeten worden, dan gebeurt dat met actief transport. Dat kost dus ATP. 84G, daar zie je eigenlijk wat we net verteld hebben. Hier zie je dat de nettodruk naar buiten 1,3 kilopascal is en hier de nettodruk naar binnen 1,0 kilopascal. Daar zit dus een verschil in. Dus niet alle weefselvloeistof zal weer teruggaan het haarvat in. En hier is die grafisch weergegeven. Je ziet de bloeddruk afnemen naarmate je verder het haarvat inkomt. Als de colloïd osmotische druk is hetzelfde. Dit gedeelte is dus nog filtratie. Hier is de druk groter dan de colloïd osmotische druk en hier wordt die kleiner. Dus daar vindt resorptie plaats. En wat er niet geresorbeerd wordt, dat komt terecht in het lymfevatenstelsel. Hier zie je een uitvergroting daarvan. Dit is nog bloedplasma, dat wordt weefselvloeistof en een gedeelte daarvan komt terug in het lymfevatenstelsel en wordt afgevoerd. Zie je ook dat er kleppen zitten in die lymfevaten. En dat lijkt een beetje op hoe het in de aderen is. Een lymfeknoop zie je hier met verschillende aanvoerende lymfevaten, afvoerende lymfevaten en bloedvaten. We kijken er dadelijk nog even wat nauwkeuriger naar. Hier zie je ook 2 lymfeknopen zitten en de vertakkingen van de lymfevaten. Wat de weefselvloeistof die is opgevangen in het lymfe, heet nu lymfe, komt via verschillende lymfeknopen bij elkaar in de borstbuis. En de borstbuis komt terecht in de bovenste holle ader. En dan heet het lymfe weer plasma. Dus we hebben het plasma gevolgd. Plasma, weefselvloeistof en nu en lymfe en tenslotte weer bloedplasma. Hier zie je een microscopische foto van een lymfevat. En daar zie je weer die kleppen zitten. Die zie je hier ook zitten. En door spierbewegingen, net als dat gebeurt in de venen, wordt het lymfe vervoerd. Doordat de lymfevaten wat minder nauw, de cellen daarin wat minder nauw op elkaar zitten dan in de haarvaten, zullen veel eiwitten via het lymfevatenstelsel worden afgevoerd en weer terechtkomen in de borstbuis. En daarmee gaan we nog eventjes kijken
naar een lymfeknoop. Hier zie je verschillende aanvoerende lymfevaten, maar je ziet ook de witte bloedcellen zitten, die alle lymfe die aankomt screenen op ziekteverwekkers en die kunnen ze dan onschadelijk maken. En dat is wat er dan gebeurt als je een keer verkouden bent en je lymfevaten in je nek zwellen op. Daar ontstaan dan heel veel witte bloedcellen die de ziekteverwekkers bestrijden. Heel veel aanvoerende lymfevaten en een paar afvoerende. En aan de stand van de kleppen kun je zien welke richting het lymfe opstroomt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 15.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer!